Welkom bij weer een nieuwe video. Papa mag op de stoel blijven, maar dan mag jij zo. Lager, papa, lager. Kom onderdoor, kom hem onderdoor. Ja, 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 ja. Het ziet er ook steeds beter uit. Hij zit helemaal vol. Hij zit helemaal vol. We zijn zo'n tijd niet geweest. Wil je hem leeggooien dan? Ja. Op een plantje. Dat mag. Doe maar tegen deze boom aan. Every light, every song, every friend that comes along. A very merry Christmas to you. Sing along to the song. Make a wish, grab a kiss, put another record on. Wake the neighbors. Wat is oh. dat? Oeh, schildpad. Weet je nog waar de andere schildpad lag, Torma? Ja. Nee? Oh, deze heb je omgedraaid? Dit zijn... Ja. Oh ja, nou vooruit. En waar lag dan die robinet omgedraaid dat? Ik weet het niet meer. Oh, nou. Weet jij nog welke het was, Torma? Ja. Is het die? Ja. In de kerstvakantie doen we natuurlijk heel veel dingen die de kinderen leuk vinden. Het liefst zouden ze de hele dag televisie kijken, maar dat doen we niet. Wat hebben jullie nu bedacht dat we gaan doen? Een boekje lezen. Een boekje lezen. En niet één boekje, maar ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boeken. En we hebben een lekkere bank gemaakt om die boekjes op te gaan lezen. Zo, door het doekjes even op het andere bed. Ik ga opschuiven, maar mij zegt wel dat je je doekje weer even terug legt op je bed, hè? We doen zonder doekjes, toch? En de doekjes liggen ook. Ik leg hem al hier neer. We gaan hem niet vastpakken. Hé, wat is dit? Het kinderboekenwinkeltje. Ja. Mag ik dan de eerste zo doen? Want ik heb boeken uitgedaan. Oh, je wil wel de eerste beertjes zoeken. Dat is goed. Ron en Marianne zijn twee schrijvers. Ze hebben dit verhaal bedacht en toen het opgeschreven was, hebben ze het naar mij gebracht. Ik ben Ingrid en ik teken wat er in het verhaal gebeurt. Die gaan ook nog inpakken, hè? Die gaan mama weer inpakken. En dan gaan we ze straks onder de boom leggen. Dan hebben we popcadeautjes onder de boom. Voor papa, dan kan hij komen. Ja, precies. Dan weet papa niet dat het geen cadeautjes zijn. Dit is de boom. Wat heb je daar? We hebben kaarten. We hebben 3 brieven. En die gaan we naar Nederland sturen. Ja. We kijken of het postkantoor dat wil doen. Een kleine. Ja. En 3 grote. 1 en 3 is 4.
Ja, één kleine en drie grote. Nee, dan zouden we er vier hebben, maar we hebben er totaal drie. Kan je eens laten zien? Dan kan je eens vertellen. Maar we hebben toch één... Kleine? Ja, we hebben één kleine en twee grote. En dat is totaal drie. Dat is totaal drie. Hartstikke goed. En die gaan we naar het postkantoor brengen en opsturen naar Nederland. Op de woensdag aan de borrel. Want papa heeft een nieuwe baan. Yay! Of dat betekent dat we in Roemenië blijven of dat we terug naar Nederland gaan, dat weten we nog niet. Of naar de Filipijnen. Of misschien wel naar de Filipijnen. Van waaruit de nieuwe baan gaat plaatsvinden, dat weten we nog niet. Maar papa gaat wel een nieuwe baan. Mijn verjaardag komt. Is het nieuw soort werk? Mijn verjaardag komt. Jouw verjaardag komt nog zeker, ja. Ja. En dan gaan we ook feestje vieren, hè? Ja. Ja. Wat gaan we doen, jongens? We gaan skaten. We gaan schaatsen op de kerstmarkt. Ja. Ja. Deze kerstmarkt is voor het operagebouw, dus het wordt begeleid door prachtige muziek. Het is donderdagmiddag en we hebben al het eerste ding gemaakt voor de kerst. Wat hebben wij al gemaakt, Roby? Een feesttaart. Voor de feestel, ja. Voor de kerststol hebben we iets gemaakt wat erin gaat. En dat heet spijs. Mm-hmm. Kan je dat zien? Ik zie helemaal niks. Oh, lekkere spijs. En verder ligt de koelkast ook al helemaal vol. Ja. Dus ik doe een theetoekoper heen. Oh, dat is altijd goed. Trouwens doet eigenlijk al een maand lang alle poepjes en plasjes op de wc. Dat gaat hartstikke goed. En nu moeten we een poepje doen. Het enige wat even mee is gekomen zijn drie auto's. Zit je goed? Ja. Oké, dan. We gaan een feestbrood maken. We hebben gisteren het spijs gemaakt en we gaan nu lekker het beslagje maken. En we moeten meel. Ja, we hebben meel. Suiker. Ja. Water, boter. Melk, gist en koekkruiden. Ja. Goed de achterkant optillen, goed in het midden houden. Ja, prachtig. Mag het water er ook bij? Oh, nu het water. En dan de boter. Ja, maar even met de mes er langs gaan, hè? Voorzichtig dat het niet ondertussen eraf valt. Zo een beetje schuin houden. Eigenlijk eten we altijd met de lunch warm, maar we wilden vanavond op kerstavond warm eten. Dus lunchen we nu met brood. En wat ligt er nou op Torben's bord? Een kerstbroodje.
Die komt net uit de oven. Lekker. In Roemenië komen op kerstavond kindjes langs de deur en dan gaan ze wat zingen. En dan geef je ze wat. Eerste jaar waren we verrast, maar dit jaar zijn we ons goed aan het voorbereiden. Ze krijgen lekkere Oreo's met een klein beetje geld erbij. En een leuk cadeautje maken we ervan. De eerste ronde op kerstavond. Huh? Zalm, spiesjes en zalmbelinis. Hebben we er zin in? Ja! Nou, leg maar op je bord wat je wil hebben, jongens. Werd er op de deur gebeld? Kom, gaan we die gauw even wegsturen. Even de deur open doen. Licht buiten. Ja, dat is in de tooi. Florile daar weer, nog te veel aan de tooi. Florile daar weer, Florile daar weer. Zie je mereu, mereu. Florile daar weer, zie je dupe Dumnezeu. Wat denk je dan dat het is? Het is een carpet van Bliksem McQueen. Een kleed? Denk je dat het een kleed is van Bliksem McQueen? En waarom denk je dat het van Bliksem McQueen is? Want anders dan als je een wijs kantoor misschien. Ik denk dat hij van auto's is. Een kleed van auto's. In het midden nog een keer. Wat is hier? Echt? Ja. Wat zit er nou in? Oh. Wat is dat nou met allemaal weggetjes? Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Mom! Mom. Ik ben niet lekker. Yeah. Wow. Ja. Deze heb ik net heel graag. Wat is dit? Dit zijn de... Oh, hier staat hoe hij heet. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard. Robby heeft nu vleugels om en we gaan kijken of Robby kan vliegen. Nou, probeer maar, meis. Nee. Ah, jammer. Hey Robby, wie zit er in het vliegtuig naar ons toe? Rutger, Evie en Sophia. Ja, Rutger, Evie en Sophia komen ons naar ons toe voor een kerstdiner. En een paar dagjes in de bergen. We zijn al goed bezig. Hier zijn de voorbereidingen voor de gekaramaliseerde worteltjes. Hier zijn de stoofpeertjes bezig. Hier ligt een biefstuk voor de beef wellington. En we gaan ook nog een kerstbrood zo meteen weer maken. Dus die ligt hier ook wel lekker te reizen. Papa. Mooie reindeerauto gemaakt door papa. Er zijn kransjes meegekomen uit Nederland. Leen doet even de finishing touches op de kerstboom. En dat betekent kransjes in de kerstboom. Zo, iedereen begint zich mooi aan te kleden. Torben zijn pak aan. De meisjes mooie jurkjes aan. Gezellig.
snowflakes as they're falling down. Wat hebben we nou op tafel liggen voor het hoofdgerecht, Robbie? Wortel, puree en beef wellington en, zoals bij de familie Kalsbeek hoort, stoofpeertjes. Hé hey jongens, dit was de video van deze week. Doei doei! Doei, doei.